Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Pokémon Fire Red. Ik speel te veel Pixelmon. Voor de mensen die willen weten kijken, even kijken hoor. Ik ga even jullie nu laten zien. Tadaa, jullie zien misschien, wat doet Schromt hier? Dat is een Pokémon die ik heb gevangen in een aflevering die ik had opgenomen, alleen toen heb ik per ongeluk niet gesaved. Niet de game gesaved. Van hoe je moet save state en zo, dat moet. Anders dan kan je de game dus niet saven. Was ik dus per ongeluk vergeten te doen. Toen heb ik de aflevering opnieuw opgenomen. Toen werkte de opnames niet. En toen dacht ik, weet je wat, ik heb geen zin om het nog een keer te doen. Ik ben blij met Schromt, want Schromt, ik wou namelijk heel graag een Sparrowtje. Dus heb ik wou ik eigenlijk Stront noemen toen. Alleen die noemde ik toen per ongeluk Schromt. En toen dacht ik van ja, Schromt 2.0 is een goede naam. En ja, als ik nu van ik heb nu toch geen zin meer om iets te doen. Ik heb gewoon even heel wat getraind ook. Die aflevering die ik niet heb opgenomen, die ik had opgenomen. Maar op langs gekomen. Ik heb gekeken of het mogelijk was om Gary nu te verslaan. Dat was zo. Dus ik haal eventjes mijn oortjes eruit. Of nou, deze doe ik in de andere oor. Dus maar één oortje dat werkt. Geen idee. Ik moet een kut oortje zetten. Ik wil mijn ding niet willen doen. You're still strong along back here. I'm doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokémon. Let me see what you caught. Oh. Nou, ik heb je reet. Ik heb penis gevangen. Nee, ik heb niks. Ik heb een paar Pokémon gevangen. Pidgeotto! Ja, dat weet ik. Dat dit gaat gebeuren. Nu wil ik die even poisonen. Als dat mij lukt om te poisonen, ben ik heel erg. Ben ik een blij konijntje. Sowieso doet heel weinig damage. Maar zolang ik gewoon accuracy. Oh, waarom is mijn tag gemist? Maar ik wil heel veel Pixelmon. Dus mijn vraag aan jullie is, moet ik gaan Pixelmon serie gaan doen? Ik wou het eigenlijk al opnemen vandaag. Ja, die gaat dood, hè. Schromt is in één keer dood. Waarom de critical, hè? Waarom de critical staan? Nu weet ik dat ik eigenlijk het li- oh, ja, oké, nu ben ik eigenlijk overdoend. Want kijk, wat ik weet is dat hij hierna een Charmander gaat kiezen. Dus nu ben ik eigenlijk al een soort van, oké, weet je, dit is gewoon eigenlijk het enige wat ik doe. Ja, ik moet nu met deze nog de rest van, oké, resolieve. Gewoon, nee, heet het resolieve. Ik mis gewoon de hele tijd. En dat had ik dus eerst ook een probleem. Oké, ja, ik blijf gewoon de hele tijd dit spammen. Sorry mensen, dat de battle niet heel interessant is, maar ik wil gewoon, als ik verlies, snel verliezen. Want, ja. Ik moet toch even, het is niet echt leuk om, oh, nee! Nice. Ik kom de hele tijd anders, dan moet ik gewoon doen. Oh god, zoveel. Oké. He says, hey, guess what? I went to Bills and got him to show me his rare Pokemon that adds a lot of pages to my Pokedex. After all, Bills world famous as a Pokemaniac. He invited the Pokemon storage system on the PC too. Since you're using his system, you should go thank him. Well, I better go get rolling. Smell you later. Smell you later. Dat is ook gewoon niet wat ik moet zeggen. Oh yeah, right. I feel sorry for you. No, really, you're always plodding behind me. So here, I give you a little present as a favor. Obtain the fame checker. I'll put the fame checker in the key item for me. A chatty gossip like you, that thinks perfect. I don't need it because I don't give a hot about others. Alright, this time I really am gone. Smell ya. Oh, dat is ook. Smel ja! Smel ja? Oh mijn god. Maar moet ik dus Pixelmon gaan spelen?
Laat het in de... Ja, dit versnelt trouwens eventjes. Huppatee. Ik ben trouwens bijna van plan om hierna... spoletjes Pokémon Emerald Randomizer gaan doen. Nu gaan we trouwens de Nugget Bridge oversteken. Maar dan wil ik eventjes bij Pokémon... switchen met die. Zo. En nog steeds denk ik dat sommige mensen zitten van waarom heb je Bulbasaur gekozen. Hij is totaal niet goed. Weet ik, maar ja. Weet je, ik vind het de leukste. Ik vind het de leukste Pokémon. Kiezen. Ik ga trouwens sowieso een Pixelmon Totodile kiezen. Als ik Pixelmon serie ga doen. Sowieso ook bij Pokémon Gold wil ik gaan doen. En ik vind... En ook Pokémon natuurlijk Hard Gold eindelijk ook. Maar eerst Pokémon Gold. Wil ik niet gaan randomizen. Waarom niet? Gewoon omdat ik Pokémon Gold wil ik gewoon niet randomizen. Ik wil dan ook zo doen een beetje mijn Pokémon series. Om te skipje deze camping doden. Oh nee, flink dood. Oh, flink dood. Oh. Buggetje is about to see you video. Nee joh, lekker met even Spook 66 even lekker trainen. die video ook die ik dus heb opgenomen, maar dus niet werkte zo. Ja, die toen ik dus niet heb gesaved, heb ik ook heel veel getraind en zo. Dat heb ik later ook wel eens in Jan of hier gedaan, maar... Nou, natuurlijk niet joh. Maar ik, weet je, ik wil dus altijd in mijn... Pokémon, ik doe dus namelijk gewoon sowieso Pokémon spelen. Wil ik een Pokémon, uiteindelijk wil ik ook iets gaan doen in Pokémon X of Y of zoiets. Ik moet hier natuurlijk dingen hebben. VDS. Maar, echt VDS. Dan wil ik Pokémon X en Y een soort van Spinda Hunt gaan doen. Dat lijkt me gewoon zo leuk om gewoon een keer gewoon te livestreamen. Spinda Hunt. En wat ik dan probeer te doen met Spinda Hunt is, probeer precies... twee dezelfde spinda's te krijgen. De kans is 1. Als je 20 miljoen personen spinnen hebben, is het gewoon qua wiskunde en zoiets. Zijn er maar 5 mensen ervan. Hebben dan spinda. Dezelfde spinda. Dus ja. Ongeveer dan, als je het zo breekt, want er zijn 4 miljoen soorten patronen en dan zijn er 5 met precies dezelfde patroon. Ja, er zijn ook andere 5 met een ander precies dezelfde patroon, maar zo, snap je? Dus ja, dat lijkt me dan leuk om gewoon een spinnen te proberen. Die serie ga ik dan trouwens niet alleen, want nu wil ik gewoon 1 Pokémon serie tegelijk, maar dan wil ik gewoon zitten van hey. Doe er dan maar gewoon 2 Pokémon series tegelijk. Want die serie gaat gewoon super lang duren. Want ik denk echt dat het 1000... ik denk dat ik het als livestream serie wil gaan doen. Dat ik gewoon in livestreams gewoon de hele wil doen. En het dan ook nog tegelijk opnemen. Want vergeet niet, ik kan Pokémon zo kan ik gewoon livestreamen. Alles wat ik met OBS kan opnemen, kan ik livestreamen. Dat is nog wat nice. Ja, sowieso, ik wil misschien vandaag nog eventjes een light. Misschien dat jullie deze kijken, komt zo meteen. Dan ga ik trouwens altijd eventjes een video online zetten van, ja, ik ben live, link in de beschrijving, dip. Ik ben live om 7 uur. Ik ga ook nog gewoon meteen door. Er zijn trouwens volgens mij 5 mensen die moeten staan hier op de Nugget Bridge. Ik wil ook gewoon een livestream doen, gewoon waarin ik gewoon Pokémon Randomize Fire Red, die ik nu voor mezelf speel. Het speel ik niet heel ver in, misschien wil ik die gewoon een keer in een livestream. Gewoon helemaal uitspelen, gewoon lekker uitspelen, gewoon randomizer. Misschien wil ik dat nog morgen of zoiets gaan doen, maar ik ben vandaag weer helemaal Pokémon, want met Pokémon Sun and Moon is aangekondigd. En daarom heb ik weer super veel zin in Pokémon. En zo, ja, ik ben echt helemaal hyped voor de nieuwe, ik weet ook al mensen, er is een nieuwe Pokémon komt eraan. Oddish, als het goed is, is het Oddish. Ja, Oddish.
Denk Razorleafje op je muil. Op je muil, man. Dat is niet zo effectief, weet ik. Absorb. Nee, ik haat die aanval. Tenzij je hem zelf hebt. Het doet eigenlijk geen ene drol. Nou, dat wou ik dus even zeggen, dat het geen ene drol doet. Maar ik ben dus op, mensen, jullie kunnen ook gewoon, doe lekker mee op Endercraft. Gewoon, doe lekker mee. Op Endercraft, gewoon eventjes, IP van Endercraft, dus waar ik heel goed ben in Pokémon. Ik heet gewoon Koningas, heb je al nog steeds in Pokémon. Voor mensen die nog steeds niet weten hoe je Pokémon downloadt, ik ga er een tutorial over maken. Ik weet niet of ik op Endercraft trouwens mijn serie wil gaan doen. Want aan de ene kant, ja, Endercraft, weet je, ben ik super goed. Heb ik al een level 49 Feraligatr. En een super goede Snorlax. Snorlax die is te OP. Hij kan de hele tijd rest doen, alleen ik mag hem niet meer gebruiken als ik echt een vriend battle. Want hij kan me dan niet verslaan. Vind ik zo jammer dat ik hem niet mag gebruiken. Maar ja, ik kan hem in leven. Oh, Bellsproutje. Ja, Bellsproutje. Tackle ik wel eventjes lekker de dood in, jongen. Jongen, don't mess up with me. Oké. Dat zeg ik heel vaak gewoon. Voel Belk met Fainted? Nee, joh. Echt, ik zag hem doodgaan in mijn beeld. Hou ik dat los? Ja, gewoon niet winnen. Hoe verlies je? Niet winnen. Tip van de dag. Als je niet wil verliezen, win dan. Als je niet wil winnen, verlies dan. Als je wil verliezen, win dan niet. Oké, dat is even wat kan zijn. Gewoon, hoe kun je losen? Ja, door te verliezen. Gewoon door niet te winnen. Zo kun je verliezen. Heb ik trouwens Pokémon in mijn PC zitten? Nee, hè? Storage system over. Moet Pokémon. Nee, ik wil meer Pokémon gaan vangen, maar. Weet je wat? Metahood ga ik eigenlijk nooit gebruiken. Dus move. Huppatee. Place jou. Lekker daar. Close box. Yes. See ya. Log off. Professor Oak, you see. This Pokédex rating system. Would you like to have a Pokédex rated? No. Okay. Log off. Wat? Oh nee, als je log off doet. Ja, dan druk je wat op aan de avond. Oh ja, confirm. Nu mag ik even omlopen dat ik er vanaf sprong. Jee, ook als ik er niet vanaf sprong, moet je weer omlopen dan. Denk niet, oh ja, ik spring er niet vanaf, want je hoeft niet om te lopen. Nee, je moet er wel. Here's number 3. I want to be easy. Nou, de andere tenminste wel, en die zeiden ook dat ze niet makkelijk waren. Je hebt er maar 2. Sandshrew, oké, ja, die is dus dood, zo. Kijk, ik ga jullie een kleine demonstratie mensen geven hoe je dit doet. Tadaa, zo doe je dit. Zo win je van een Sandshrew. Pak gewoon je Ivysaur. En huppatee, ram hem dood. Dat is mijn tip. Ram die Pokémon dood. Dan wordt iedereen weer blij. Ram dood. Ik ram je dood. Meneer de. Ik kan zo. Ik heb ook Avol nog steeds. Ja, die heeft weer op level. Weet ik het veel. Level 33 of zoiets in een Arbok. Ik wil een Arbok. Ik wil ieder Pokémon in deze game. Waarom gebruik ik trouwens geen Razorleaf? Razorleaf is volgens mij effectiever. Maar dat weet ik niet zeker zeggen. Oh nee, rap me lekker, ja. Ja, je hebt me gewrapt. Ik ben gewrapt. Ja, het is niet super effectief, maar het kan ermee door, oké? Ik heb XP gekregen en daar ben ik blij mee. Omgestomd geld. Ik heb geld gekregen, yes. Geld maakt niet gelukkig, maar in Pokémon wel. I'm number 4, getting tired. Ja, ik vind het echt jammer, want zoveel mensen
op de Nugget Bridge staan. Weet je? In principe ram ik ze toch allemaal dood. Dat vind ik altijd leuk om in een video te hebben. Gewoon een wederkerend grapje. Gewoon de hele tijd maken. Gewoon de hele tijd. Gewoon hè. Totdat je het niet meer leuk vindt. En totdat je naar je moeder toe gaat. En ja, je moeder zegt dan, hé, stop eens. En dan stop je. En dan ga je nog steeds blijven jongen. En dan ramt je moeder je dood. Ram hem kapot. Nou, ik weet niet wat ik net zei. Ram hem kapot, ram hem dood. Ik doe het allebei wel. Huppatee, wat denk je daarvan? Doe maar even lekker racen, liefje. Ik weet. Het is misschien een beetje saai, maar te kijken hoe ik alleen maar mensen afslachten. En mensen doodrammen, kapot rammen. Ja, maar hey. Zo is het leven. Living is not a run, heb je net ook al gedaan. Dus ik weet niet wat je probeert, maar als het nog. Ja, oké. Oh, nee, dit is niet een. Oh, een andere Nidoran, ja. Ja, dat maakt super veel uit, joh. Je bent echt niet nog steeds dood. Oké, nee, dat is niet. Hij is niet dood. Verdomme! dat trek ik opeens heel hard. Super hard, da! Nou, die hieronder is ook super hard, hoor. Niet zo goor zijn, Niels. Waarom ben ik zo goor? I lost, too. Geld. Geld, money. Ik denk dat we gewoon vandaag de Nugget Bridge even helemaal kapot rammen. Dus, ja, we rammen alles kapot. Ik denk, de titel is dan, ik ram het kapot. Ja, ik ram je kapot. Nou. Maar laat ze nou eens weten wat op jouw beste, wat jij een goede Pixelmon server vindt. Want, ook zo weet je, als Stampio. Nou, leuk joh, dat je me dood maakt. Mankey, oké, dat vind ik wel een interessante fight. Het is goed, dus het moet Razor Leaf hem, ja, in één keer in de dag komen. Level 26, ha! We zijn lekker level up. Huppatee, ja, wah, too much. De geld. Dat is gewoon mijn random ding, wat ik zeg. Congratulations, you beat our... Ah, oh, man, jeuk aan mijn oor. Sorry, ik zet even mijn oortjes uit, hoor. You beat our 5 contest trainers. You just earned a fabulous prize. Let's see the nugget from Mystery Trainer. I'll put the nugget in the item room. By the way, how would you like to join Team Rocket? We're a group of professional criminals specializing in Pokemon. Want to join? Are you sure? Come on, join us. I'm telling you to join. Okay, you need confidence. I'll make you an offer you can't refuse. Of zou je weggaan met ons? Net dat je was je heel ander team. Huh? Team Rocket, weet je. Ik vind het leuk dat je wil dat ik bij je hoor, maar... Waarom vecht Team Rocket ook uit gewoon met Pokémon Battle, weet je? Dat snap ik niet. Wat ik had gedaan, weet je. Ik had, als ik Team Rocket was... Die Pokémon's gewoon niet op... die Ekans niet op mijn Ivysaur gebruikt, maar gewoon op mij. Van, hey. Ik maak je dood. Mijn Ekans maakt je dood. Als je niet bij Team Rocket komt. Weet je, dan zou ik bang worden. Maar nee. Oh ja, dat we Pokémon Battle doen. En als ik win, dan hoor je bij mij. Waarschijnlijk is het eenmaal niet zo of zo. Waarschijnlijk als je dit verliest. Ben je gewoon game over of zoiets. Dan moet je gewoon terug. Ben gewoon terug naar Pokémon Center. Dus het is helemaal niet zo. Dat er iets anders is. Oké, lekker dode Ekans. Team Rocket guns about you so bad. Nee. Jongen, de Fine Whip kan je gewoon in één keer killen als het goed is. Ik weet niet of het level 15 kan. Nee, is het dan Razor Leaf? Oh nee, dat is het. Ik weet dat bij G-Dude en bij Steen Pokémon. Maar dit is volgens mij geen Steen. Het is Ground. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, ik vind Pixelmon super leuk. Waarom ik Pixelmon leuk vind, is dat het gewoon Minecraft is. Vind ik heel leuk.
En Pokémon is wat ik ook heel leuk vind. Ik vind de Pokémon game heel leuk. De Pokémon serie, nah, boeit me niet echt heel veel. Ach, you're good. Oh god, waarom geef je me dat geld? Weet je, ik heb je ding doodgeramd, maar dan hoef je niet meteen meer heel veel geld te geven. Ik vind het wel fijn. With your ability, you become a top leader in Team Rocket. Come on, think of the opportunity. Don't let this chance go to waste. Ja, doe ik. Oh, nice. Oh god, found the TM ding. Oh, put the TM. Ik las niet. Dus. We zijn al 20 minuten bezig, mensen. Ik denk even kijken van deze aflevering van Pokémon Fire Red. Ik raam deze Pokémon Fire Red aflevering op je muil. Haha. Dat is een grapje. Tot de volgende aflevering. Dan zeg ik doei.